te zitten. Het vervelend volk. Hele dag van schaften. S'morgens schaften. S'middags schaften. Kijk die meneer dan op. Met Hardens vliegtuigenfabriek. Zit hij een beetje op te snijden tegen zijn collega? Ja, die is. Kijk, zit er gewoon aan te kijken. Meneer Harden. Lacht hem er nou gewoon uit. Meneer Harden. Ik geef hem gelijk zijn ontslag. Meneer Harden. Wat sta je nou te schreeuwen? Advocaat van Bovendeert voor u aan de telefoon. Dat kan ook nog wel bij. Goed, waar blijft de secretaresse? Ja. Hallo? Ja? Meneer van Bovendeert? Nee. Wat zegt u? Rechterlijke uitspraak is gevallen. Jammer dat. Jammer, die rechter die kan mij wat. Nee, ik ga nog liever een week. Nee. Ik betaal wel proceskosten. Ja, nee, ik ga hem niet nog een week betalen. Nee. Ja. Stond niet te geloven. Ja. Vertel tegen de bedrijfsleider Hogeveen dat hij zich meldt op kantoor, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Zo. Ja. Meneer Harden. Ja. Dit is juffrouw. Ja, ze kan toch ook wel een eigen weg vinden hier niet? Goedemorgen, meneer. Ja, goedemorgen. Zo, ja. Inschrijving geopend voor de race Londen-Tokio. Die lui denken zeker dat ik een paar ton aan mijn neus heb hangen. Ja, maar dat kan ik niet betalen. Ik hoop maar dat we iemand vinden. Goedemorgen, meneer. Ja, goedemorgen. Neem plaats, dit is uw bureau. En wilt u eraan denken, wij beginnen om 9 uur, niet om 9:15. Maar meneer, ik was hier al. Sorry mevrouw, tegenspraak duldt ik niet. Iets anders. Wat is uw achternaam? Diemendaal. Goedendag, hoor je naam? Uw voornaam? Gonnie, meneer. Gonnie. Gonnie, ik ben gewend de secretaresse met haar voornaam te noemen. Ja? Wilt u het volgende stenogram even opnemen? Geachte heer en mevrouw Goven. Ik heb de uitnodiging ontvangen van de verlovingspartij van uw dochter en ben daar heel blij mee, maar. Aangezien het nogal druk is met het een en ander, ben ik niet in staat te komen en, nou ja, bla bla bla. Met vriendelijke groet. Nou, u weet wel. En maakt u maar een doorslag van de brief, want het is tijd van feestjes en partijen, die heb ik wel achter de rug. Goed. Juffrouw Conny, het mogen duidelijk zijn, alles wat u hoort en ziet, verlangt een geheimhouding. Carbonpapier ligt in de tweede la. De hele correspondentie kunt u verder op ze nemen, kunt u verder die zwarte map overnemen. Zeg, en wordt het niet tijd even met de brief beginnen? Stop u met dat lawaai. Hogeveen, kom er even bij. Ja, ik moet je nodig wat vertellen. De order met de Norton vliegtuig is afgeslagen. Wat? Die 34 vliegtuigen voor de Manchester Sportclub? Ja, juist die. En dat betekent dat dat tweede order is in 3 weken. Eerst waren ze de 3-4 motoren vliegtuigen en nu dit weer. Ja, de Amerikanen zijn goedkoper, zeggen ze. Ach, kan dat nou? We hebben zo goed als tegen kostprijs ingeschreven. Nou, dat zal wel, maar ondertussen breken wij ons de nek over het arbeidsloon. We zullen er iets aan moeten doen. Onzin! Dat is helemaal geen onzin. Als we niet oppassen en de eerste die zijn ontslag krijgt, is die Meijer. Meijer? Hey, dat kan niet. Nee, Meijer is de beste vleugelbouwer die wij hebben. Nou, het zal wel. De beste man staat me gewoon uit te lachen. Ach, dat moet je zich verbeeld hebben. Nee, we moeten zakelijk blijven. Wij kunnen Meijer niet missen. Nee. Nou, hoe dan ook. Er zal iets gedaan moeten worden, want de arbeidskosten reizen de pan uit. Dus als wij niet mensen gaan ontslaan, dan ben ik je. Dat kan ik je duidelijk maken. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar over enkele weken kunnen wij ons faillissement aanvragen. Wat?
Ja, zo erg begint het inmiddels te worden, Hofer. Dus ik ga aan het eind van de dag de werkvloer op en ik zal de eerste mensen aanwijzen die weg kunnen. Wacht, kijk, als een faillissement dreigt, hè, dan helpt het ontslag van een tiental werklui helemaal niet. Je bedoelt? Ja, het is veel beter om in deze situatie alles op alles te zetten, alle beschikbare werkkrachten zo goed mogelijk en snel mogelijk in te zetten. Hard aan het werk te zetten. Ja, en aan het nieuwe vliegtuig, dat transatlantische vliegtuig. De amfibievliegtuig. Ja, precies. Die over oceanen kan vliegen. Dus een revolutie zal het geweest worden. Ja, beste ingenieurs hebben die ontworpen. Precies. En reeds zijn ze in Amerika bang voor onze dodelijke concurrentie. Ja, op deze schijf van uitgelekte zeilen, hè. Al het is ook heel belangrijk dat we de tekeningen goed opbergen. Bewaken. Oh! Maak je geen zorgen, die ligt achter slot en grendel. Goed. Nou, maar als dit echt uw laatste troef is, meneer Harder, dan moeten we alles op alles stellen om het bij te bespoedigen en te doen staan. Ja, en niet om mezelf zo op de voorgrond te stellen, maar omdat ik vertrouwen heb in onze kisten. En zij mogen dan goedkoper zijn, maar voor ons geldt safety first. Ten koste van alles, hè? Juist. Nee, daarom zullen wij op lange duur de overwinning behalen. Ja, ja, en met onze nieuwe verkeerstoestel. De Stormvogel. De Stormvogel. Waar ik alle vertrouwen in heb. Precies. Een voorgevoel zegt mij dat wij met dit vliegtuig moeten inschrijven voor de race Londen-Tokio. Oh ja, nou, ik heb eraan gedacht, maar weet je wat dat kost, Hogeveen? Weet je wat dat kost? Dat kost een paar ton. Maar het zal toch wel een van de bankconcerns zijn die de nodige financiën voorschiet. Het is toch werkelijk van nationaal belang dat wij onze kleuren hoog houden in deze internationale luchtreis. Juist. Ja. Hogeveen, ik heb al een schrijven aan de banken moeten toekomen om deze race te financieren, maar verwachten doe ik er niet veel. Oh, laten we het best ervan houden. Ja, ja. Ja, nee eens. Verder nog iets? Nee, dank. Nee, dank. Dat is toch wel een enthousiasme van Hogeveen, dat doet je wel al. Twee orders in een paar weken, dat doet veel met het bedrijf. Ik weet niet of wij het boven kunnen komen. Maar goed. Een paar maanden moeten we toch wel kunnen rekken. Ja, misschien ben ik toch te pessimistisch. Maar ja, ik sta er helemaal alleen voor. Is er niemand die zich om mij bekommert? Niemand die naast mij staat en zegt, kom op. Want, ja, degene die er was, die is er niet meer. Ach, moeder. Met allemaal zijn schuld. Ach, ja, ik was uw tegenwoordigheid bijna vergeten. Oh, vind het niet, meneer. Ja, u zult wel denken aan sentimentaliteit van die oude man. Oh. Ja, u moet zeker om hem lachen. In zijn geheel niet, meneer. Ja, wat moet ik daar nu op zeggen? Ja, zeg u maar niets. Neemt u de correspondentie van vandaag maar op u en dan zie ik u straks. Ja, hallo. Ja, met Gonnie. Ja, ik ben vandaag al heel wat te weten gekomen. De zaken staan hier uiterst slecht voor. Al hun hoop is gevestigd op twee nieuwe vliegtuigen. Alleen, ze zullen door de bank moeten laten financieren. Want ze schijnen het zelf niet over voldoende gelden te beschikken. Ja, ik moet het kort houden. Er kan hier elk moment iemand binnenkomen. Wat zegt u? Nee, mijn taak zal niet gemakkelijk zijn. Maar u zult geen spijt hebben dat ik naar dit baantje heb gesolliciteerd. Ja, is goed. Ik moet opwarmen. Goed. Dag.
altijd. Ik sta hier nou al een tijdje en u ziet me gewoon niet. Dat vind ik zo raar. Maar dat gebeurt me zo vaak hier zo. De hele stuk loop ik al in een of andere oude stofjas en niemand ziet me. En mensen willen toch ook wel eens gezien worden. Hoe komt het nou? Juffrouw Durendal, misschien heb je er zicht op. Is het iets aan mijn houding, mijn lopen, mijn weet ik wat? Wat moet er anders? Koffie! Hans! Hans! Nou, wij zijn niet gewoon te onderhandelen met het personeel. Zouden in deze kamer de tekeningen verborgen zijn van dat amfibietoestel? Als ik de tekeningen weet te bemachtigen, dan is mijn fortuin gemaakt. Mijn opdrachtgever wil mij een half miljoen. $500,000 betalen als ik hem binnen een half jaar de tekeningen bezorg. En dan. Baby. Dan kan ik voor jou die prachtige villa aan Riviera kopen, die jij zo graag hebben wou. En very, very fine Rolls Royce. Dus alles wat je te doen hebt, is zo snel mogelijk die tekeningen zien te vinden. Ja, maar dat is nog niet zo eenvoudig, Ellen. Dat valt nog niet mee. En bovendien moet ik nog proberen te verhinderen dat ze deelnemen aan die luchtrace. Tokio, Londen, Londen, Tokio. En dat moet ik, als Harden daar tenminste van plan is om aan te doen. Maar daar kom ik wel gauw achter en dan moet ik dat maar regelen. Devils! Devils! Zijn we niet even aan het zijn? Dat was Ellen. En hier. Hieruit blijkt dat die Harden een rondcijfer heeft gestuurd om die deelname aan die luchtrace te financieren. Dat betekent dat Mr. Harden gebrek aan contanten heeft. Yeah. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Yeah. Meneer Parker, wat doet u daar met uw brief? Sorry, neem me niet kwalijk. Ach Joe, je hoeft deze dame toch geen uitleg te geven over je doen en laten. Nogmaals, wij hebben alleen te doen met Mr. Harden. That's right, babe. Heb je ons al aangediend bij Mr. Harden? Meneer Harden kan elk ogenblik hier zijn. All right. Maar ik zie niet in wat u doet, nou met deze brief doet. Devils. Joe? Dick van den Berg. Nee, even. Dina heeft me al lang niet gehoord hier. En dat hou ik liever zo. Het is Dick Harden, Joe. Joe Parker. Stel mij eens even voor aan deze dame. Oh, dit is mijn. Ellen, dit is Mr. Van den Berg. Dick Harden! Harden, dit is Ellen, mijn vrouw. Ik wist wel dat jij niet eeuwig vrijgezel zou zijn. Joe? Joe, wat een verrassing. In het vaderland, waarom? Ja,
Nou, ik zit hier nou ongeveer dan een jaar of twee. Uncle Sam laat geen dollar meer verdienen. De tijd dat Crunchy jongens miljonair waren is voorbij. Dus zijn we die oceaan overgestoken. Snapt u? Daar heb ik de eer aan verdiend dat jullie mij komen opzoeken. Ja. Ja, dat is niet 1, 2, 3 even te... Wij willen uw sportvliegtuigen zien en de uiterste calculation. Okay. Wie weet kunnen wij als tussenpersoon voor onze relaties in de United States? Ja, interessant. We zijn bezig met iets moois. Dus de ontwerpfase en zo'n land- en watervliegtuigen in. Aha, een amfibie. Een interessant ding. Jullie hebben wat verse koffie. Juffrouw Gonnie, wilt u alsjeblieft wat verse koffie gaan halen? Ik neem aan dat u zelf al gehad heeft. Ja. Bijna een meisje, Dick. Een beetje te bijna. Hoezo? Ze heeft ons tenminste heel onbeleefd behandeld. Ze wilde insinueren dat wij rond aan het snuffelen waren terwijl ze weg was. Nou ja, dat is... Maar Dick, kan je ons al wat meer bijzonderheden geven over dat toestel, die amfibie? Nog niet zoveel, maar ik denk dat ik bedrijfsleider Hogeveen even stuur en dan gaat hij jullie even rondleiden. Alright. Ja? Oh, dat is goed. Oh, zeker. Ja. Nu die Mr. Harden een oude vriend van jou schijnt te zijn, kan jij zijn vertrouwen makkelijk vinden. Ja, voor jou lijkt het makkelijk allemaal, voor mij, Dick en ik. Maar oude vrienden. En dat betekent voor mij dat ik hem niet kan bedriegen. Had je dat niet eerder kunnen bedenken? Ik kon toch niet weten dat Dick Harden en Dick van der Berg één en dezelfde persoon zijn. Ja, dat kon ik toch niet weten. En bovendien, Dick en ik hebben in Chicago de klappen van de zweepbeer gekend. En nogmaals, daarom kan ik hem niet bedriegen. Dus jij wil zeggen dat jij om wat sentimentele gevoelens een $500,000 gaat lopen? Ik kan toch niet anders? Kan toch niet anders? He was my friend. Juist, he was. Maar nou heb je mij. En ik wil niet dat jij jouw plannen opgeeft. Sterker nog, als jij voor hem kiest, dan wil dat zeggen dat jij niet meer van mij houdt. Of tenminste niet genoeg. En van een man die niet genoeg van mij houdt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Je wilt toch niet beweren? Je wilt niet beweren dat jij mij gaat verlaten? Dat kan toch niet? Ik ben jouw man en ik... Zal ik even voorstellen? Ja, Hogeveen, niet rechts, helemaal niets. Hogeveen, meneer en mevrouw Pakker. Zeg, is de koffie al gekomen? Ik zou zeggen. Oh, Mr. Harden, dank u wel voor uw bereidwilligheid. Komt, Joe. Dat is goed. Joe Parker. Wat een herinneringen brengt hij met zich mee? Zo lang geleden. Ik zie ons nog staan. Met z'n tweeën uitkijkend over het water. Ik op de weg terug. Terug naar het vaderland. Ja. Joe Parker. Mijn compagnon. Nou, wat zag ik er nou uit om weer terug te keren? Hoe anders is het gegaan? Juffrouw Ans vroeg mij om de honneurs waar te nemen. Kunt u niet kloppen? Ja, maar meneer. Ja, nee, geen meneer. Alsjeblieft, dat is een ongehoord schandaal. Gasten zijn alweer vervreemd. Sorry, meneer, maar... Ja, geen sorry. Ik duld geen tegenspraak. Allereerst acht ik het als mijn plicht om u mede te delen dat ik zojuist meneer Parker zijn neus had steken in dingen die hem niks aangaan. Ja, dan bemoeit u zich met uw eigen zaken. Goed, meneer. En ten tweede kom ik u mededelen dat u... Dat ik? Dat u wel wat zegt u? Met uw betrekking naar de maan kan lopen. Wat zegt u daar? Ik neem op
staande voet. Ontslag! Nu weet ik het. Ontslag? Ja, wel verdomme. Juffrouw Gorny, wil je alsjeblieft terugkeren, juffrouw Gorny? Ja. Juffrouw Gorny, excuus. Alsjeblieft, wil je gaan zitten? Waarom behandelt u mij zo? Ik geef toe, ik kan mij ongehoord gedragen. Excuus daarvoor. U bent de eerste die mij... Die mij tegenspreekt. U bent ook de eerste die het zich tegen mij durft op te nemen. Die mij doet inzien dat ik mij onbehoorlijk gedraag. Juffrouw Gorny, het valt ook niet mee. Ik weet ook niet wat dat is. Aan de ene kant ben ik gewoon... Valt het gewoon verkeerd, want het duld ik geen tegenspraak. En dan iedereen die in mijn weg komt, die voet er ik uit. Aan de andere kant ben ik ook sentimenteel en ben ik ziek van binnen, onzeker. En durf ik... Ik zie mezelf... Maar ik kan er niks aan doen, juffrouw Gorny. De omstandigheden hebben mij gemaakt zoals ik ben. Dat schilderij daar boven uw schrijftafel, is dat van uw moeder? Ja, hoezo? Omdat ik me erover verwonder hoe een vrouw op je wezen zoveel liefde en goedheid uitstraalt. Een zoon kan hebben die zo leeft en handelt als u. Juffrouw Gorny, ik dank u voor die woorden. Het leven heeft mij gemaakt zoals ik ben, daar kan ik niks aan doen. Dat is de schuld van mijn vader. De schuld van mijn vader. Hij heeft zich met al zijn fraudeleuze praktijken schuldig gemaakt aan misdrijven. Hij is daarvoor naar de gevangenis gegaan, 3 jaar later weer teruggekeerd. Geen centje pijn, mijn moeder daarentegen. Gestorven van verdriet. Zij is nooit meer teruggekomen. Is het ooit bij u gekomen wat uw vader in al die gevangenisjaren door heeft moeten maken? Heeft u zich ooit laten informeren hoe hij zich een nieuw leven, een nieuwe carrière op heeft moeten laten bouwen? Ja, hoezo kent u mijn vader? Ja, dat is. Nou, luister, juffrouw Gorny, dan zal ik u vertellen waarom ik mijn vader nooit meer zal zien. Waarom ik hem niet zal erkennen. Als jonge vent ben ik naar Amerika gegaan. Daar heb ik een kapitaal opgebouwd. Joe Parker, die u zojuist ontmoet heeft. Grote vriend van mij. Samen hebben wij het een en ander voor elkaar gekregen. Maar hij heeft altijd geweten dat ik terug wilde keren naar het vaderland. Ik wilde terugkeren naar mijn moeder. Mijn moeder die ik sterk miste. En op een dag na aankomst kreeg ik te horen dat mijn moeder even daarvoor begraven is. Oh ja, en dat was hard, juffrouw. En daarom wil ik mijn vader niet meer ontmoeten. En daarom, als ik hem ontmoet, zal ik hem... Ik zal op hem hand schudden. Waar hij veel verdriet van heeft gehad. Meneer Harden, er is een expresbrief gekomen. Expresbrief? Dus... Oh ja. Oh, ha, dat is enorm. Juffrouw Gorny, u herinnert zich nog het gesprek dat ik vanochtend met Hogeveen heb gehad? Ja. Nou, dan weet u ook dat er een circulaire is rondgegaan van de verschillende banken om de Londen-Tokyo race te financieren. En hier heb ik een schrijven van de Nationale Bank dat een van haar cliënten, die onbekend wenst te blijven, de nodige fondsen zal storten om de race mogelijk te maken. Maar dat is geweldig, meneer. Haha, ja. Wie zal die onbekende cliënt zijn? Ja, dat maakt op dit moment niet zoveel uit, maar wij gaan feestvieren en wij gaan de stormvogel gaan wij aanschrijven. En die gaat onze race mogelijk maken. En juffrouw Gorny, dat ontslag, dat kan ik niet langer serieus nemen. Zoals u begrijpt. Goed, kom op, let's go. We do it. Yes. Yes. En hier werk jij dus iedere dag? Ja. En bevalt dat baantje als privésecretaresse? Oh, zeker. Het verveelt geen moment. Ik heb al veel goeds tot stand gebracht. Mm-hmm. Vooral voor de fabrieksmensen. Mm-hmm. Maar ik ben hier met één doel. Ja. En dat zal ik zeker waarmaken.
Ja, dat weet ik toch, beste meid. Het bewijst hoeveel je van me houdt. Ik weet hoeveel verdriet u heeft van het vijandschap dat er tussen beiden bestaat. Ze houdt hier in zijn kantoor. Hoe kan ik ooit ongedaan maken een leed dat ik die vrouw heb bevokkend? Denkt u toch niet aan het verleden? Die tijd is voorbij. Nee, het verleden is soms sterker dan ik. Ja, je hebt gelijk. Het is trouwens behoorlijk wat bedrijvigheid, hè? Ja, gelukkig maar. Er wordt met man en macht gewerkt aan twee grote vliegtuigen. Ja. Eén voor een oceaanlijn en één voor de deelname aan de race Londen-Tokio. En zeg eens, hebben jullie enig vertrouwen in die kist, zoals dat in vakterm? Ja? De stabiliteit is enorm en de motoren die trekken als nooit tevoren. Bij volle capaciteit, al meer dan 400 km per uur. Maar u kent ons advies, safety first. Daarom wordt voor het eerst op de laatste etappe naar Tokio vol toerental gedraaid. Je praat over die dingen alsof je nooit anders gedaan hebt. Je hebt je behoorlijk ingewerkt, hè? Maar zeg, Conny, die eerste dag dat je hier werkte, bel je me op. Toen leken die zaken in die fabriek toch helemaal niet zo goed te gaan. Ja. En zo'n nu zie ik alleen maar bedrijvigheid en zo'n deelname aan zo'n race, dat zal toch ook het nodige kosten? Dat is een raadselachtige geschiedenis. Een of andere cliënt van de Nationale Bank. Die absoluut onbekend dient te blijven, heeft de nodige gelden gedeponeerd. Dick heeft nog getracht te weten te komen wie die onbekende cliënt is, maar de bank mocht zijn naam niet prijsgeven. Ja, dat is een merkwaardige zaak. Nou, dan hoop ik maar dat die mededinging jullie de reclame oplevert welke je ervan verwacht. Maar ik denk dat ik maar weer eens moet gaan, want kan op ieder moment komen. En ik hoop dat ik hem snel hand kan schudden. Oh, u moet nog wel geduld hebben. Ik kan de zaak nu niet overhaasten, dan zou ik alles bederven. Ja. Hij zou dus niet weten in wat voor relatie ik sta tot u. Ik herinner me goed de eerste dag dat ik hier kwam en hoe hij mij als een straatmeid behandelde. Heb je iemand vertrouwen genomen? Ja. Okay. Maar dan moet ik nu toch echt maar eens gaan, denk ik. Oh, deze kant. We zijn reuze benieuwd. Oh, juffrouw Durendaal. Moet nog even mij van het hart. Dat u pas geleden dat ontslag van die werklaar hebt kunnen verhinderen, dat is zo fijn. Want nou met al die bestellingen, ik had mij geen raad geweten. Ja. Het is tekening. Dat is heel grondig bekijken. En met de ingenieur te spreken, we zullen daar een billijke berekening op loslaten. Ja, zeker. Het scheelt wel dat we niet zoveel kosten hebben aan lonen. Niet omdat de lonen omlaag gegaan zijn, maar nee maar juffrouw Durendaal, sinds de allereerste dag dat u hier bent, is alles ten goede gekomen. Ach, maar dat moet ook. Ja, nou, vooral de stemming om personeel, dat is bijna ideaal te noemen. En ze werken eens zo hard. Niet dat er vroeger geluisterd werd, oh nee. Maar dat komt door betere behandeling, door meneer Harde en de persoonlijke belangstelling die hij heeft. En menselijke optreden. Menselijke optreden, precies. Maar apropos, toen u met die heer door de fabriek liep, heeft Kuipers u toen nog iets gezegd? Kuipers? Nee? Hoezo? Nou, laat het maar. Maar we kunnen haar wel vertellen. Wat? Er is sabotage. Wat? Nee! Ja, sabotage? Sabotage! Ze hebben een verbindingsdraad van de hoogte worden. Ze zijn bijna helemaal doorgegaan. Wat? Ze kan mij helemaal doorgaan. Van de stormvogel. Van de machine voor het race. Hoogte! Als
ze dat nou even doorgeveild hadden, dan had ik dat alles... Wie kan dat toch zoiets doen? Ze zijn niet voor ons. Moeten we niet denken? Hoe kan dat dan? Hoogbeen, ik zie niet in wie tot zoiets in staat is. Nee, ik ook niet. Nee, maar het is wel zo dat het personeel heel goed moeten controleren. Ja, er zijn mensen die voor geld heel veel doen. Zwerven hier vriendjes van de een of ander door de hangars? Nee. Een of andere lui? Nee, wacht. Alleen maar meneer en mevrouw Parker. Ja, die meneer en mevrouw Parker. Als ik u één goede raad mag geven, dan beg pardon. Morgen hier zo, Gonnie. Morgen mevrouw Parker. Zegt u maar gerust goedemiddag. En een goede reis gehad. Ja. En succes? Ja, waarmee? Waarmee? In zaken natuurlijk. Ja. Nou ja, mevrouw Gonnie, het was een persoonlijke reis. Heeft u een blauwtje laten lopen? Ja. U mag wel wat vrolijk kijken. Zoals de orders hier de laatste tijd binnenlopen. Hoogveen is nu weer bezig met de calculatie van de zweefvliegtuigen. Ja. En ondanks de concurrentie wordt er behoorlijk winst gemaakt. Ja. Nee, de zaken gaan goed, juffrouw Gonnie. De zaken gaan goed en het voelt ook wat dat betreft. Nee, het voelt niet goed. Ik kan er niks aan doen, juffrouw Gonnie. Geld alleen maakt niet gelukkig. Dat weet u ook. Ik weet niet wat dat is, maar er is een voortdurende ongerustheid in mij. Het is een... alsof ik ziek ben. Doe meneer Harden, niet zo somber. Achter de wolken schijnt immers altijd de zon. U moet zich tegen die onrust verzetten en kijken of je met eigen handen die wolken voor de zon weg kan schuiven, zodat het ook het geluk belicht dat ergens op u wacht om ontdekt te worden. Tja. Echt. Het leven is meestal wat men er zelf van maakt. Zal wel. Het is niet zo moeilijk om gelukkig te worden, als u maar vecht. Net zolang totdat u zichzelf heeft overwonnen. En dan moet u niet steeds voor dat schilderij staan te mijmeren. U vergeet, wat uw vader betreft, dat ieder mens kan falen. Het is waar dat hij te veel en te roekeloos heeft gespeculeerd. Hij vergeet zich aan het goed van een ander. Maar weet positief, wat uw moeder betreft, dat als er één iemand zijn haar dood heeft betreurd, het uw vader was. U praat alsof u mijn vader goed kent. Wanneer heeft u hem voor het laatst ontmoet? Daar wil ik nu niks over zeggen. Is er nog nieuws vandaag? Ja, de brieven liggen op uw bureau. Nou, dat vroeg ik u niet. En toch liggen ze op uw bureau. Maar juffrouw Gonnie, wilt u mij dan kwaad hebben? Nee, in zijn geheel niet. Maar daarvoor behoeft u toch niet zo'n toon aan te slaan? Ik heb u toch zojuist zonneklaar bewezen hoeveel er ten goede uitgaat van een vriendelijke en menselijke behandeling van het personeel. Juist, u hebt... En is de fabriek afgelopen tijd niet met reuzenschreden vooruit gegaan? Ja. Goed. Nu ter zake, er is inderdaad nieuws voor u, al is het niet van het beste soort. Wat is het nieuws? Voordat ik het u vertel, moet u mij één ding beloven. Ja, wat is het nieuws, juffrouw? U moet mij beloven geen onrechtvaardige of onmenselijke dingen te doen, zoals razen en tieren, tegen doodonschuldige mensen of broodeloos maken van werklui. Ja, juffrouw Gonnie, wilt u mij alsjeblieft vertellen wat er aan de hand is? Goed dan. Er is opnieuw... Nee? Sabotage gepleegd. Sabotage gepleegd? Ja. Zijn ze bedonderd? Stil, want... Is er sabotage gepleegd? Het is bij tijds ontdekt, dus ongelukken zijn uitgesloten. Met een stormvolk? Ja, voor het toestel van de race. Zijn ze bedonderd? Ik weet, de draden van het hoofdkantoor. De draden van het hoofdkantoor? Ja, zijn ze bedonderd? Wie ben jij bewegen? Wie is dat? Wie is degene die mij hier terroristen straks zit? Wat is dit voor een doel? Is dat een of andere buitenlander? Nou, ik
wil het weten, juffrouw Gonnie, want als dit te sprake komt, als er nog iets gaat gebeuren met ons bedrijf, dan is dit het einde, juffrouw Gonnie, dan weet ik het ook niet meer wat er dan gaat gebeuren. En als het publiek niet te weten komt, juffrouw Gonnie, en wat dacht u van onze financiële man, die zal zich terugtrekken, juffrouw Gonnie. Dank u, meneer Harden. Ik zou graag even gaan lunchen. Oh ja. Dat is goed. Hey. Good morning. Oh nee. Ja. Joe. Good morning, Joe. Good morning, Joe. Zeg, Joe, heb je nog in het toestel nog gezien? De stormvogel bedoel je? Ja, stormvogel. Heb je nog wat bijzonders opgemerkt? Ja, ik heb hem wel gezien. Terloops hoor, terloops. Ja, en heb je nog wat bijzonderheden ontdekt? Nou, nee, niet. Nou ja, kijk, dat stroommodel, dat is wel aardig. Maar dat is natuurlijk slechts de buitenkant. Ja, dat kan zo. Verder. Wij aan Joe, neem geen blaf van de mond, hè. En dan denk ik dat het wat te zwaar te besturen zal zijn. Nee, daar hangt er heel veel vanaf. Ik snap het niet helemaal zo. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Ik ben dan wel geen expert, maar wat ik van de stuurinrichting gezien heb. De stuurinrichting, Joe? Ja. Het is natuurlijk een hele ruk, hè, van Londen naar Tokio, over British India en China. En de Amerikaanse concurrentie is zwaar. Ja. Te zwaar, vrees ik. Zeker als u weet dat die Boston Airlines meedoet met dat lichte toestel, de Vliegende Duivel. Ja, maar dat is. Kijk, ik snap ook dat Boston Airlines, zoals jij zegt, dat een veel lichter toestel is. Maar daar is mij niet om te doen, Joe. Ik wil laten zien dat je met een betrouwbaar toestel deze lange vlucht kan maken. En als Harden's vliegtuiggebied de eerste is die dit waar kan maken, Joe. Nou, ja, maar als ik je in de reden mag vallen. Kijk, die vermeende betrouwbaarheid van jullie, daar zit hem nou net de knip. Er hoeft maar een heel klein foutje in de constructie te wezen. Ik noem maar wat, de stuurinrichting. Sturen. En al jouw dromen lopen op één groot fiasco uit. Jij weet meer dan ik, Joe. Nee, ik weet. Nou ja, wat ik weet is wat er gemompeld wordt. Wat wordt er gemompeld, Joe? Er wordt gemompeld dat die kist op ten dode staat opgeschreven. Dat is onzin! Ze noemen er nu al de doodskist, de doodskist. Wie zit dat hier te verkondigen? Wat is dat? Dat weet ik niet. Zeg maar, wij gaan die persoon opzoeken. Jij gaat met mij vanmiddag mee de werkvloer op en dan zullen we de persoon aanwijzen. Jij kent hem. Nou, nee, zo zeker weet ik. En het is ook niet uitgesloten dat ik het ergens in de stad heb gehoord, hè. Je weet, mijn geheugen is niet echt zo geweldig, dus ja, het kan van alles en nog. Hallo. Ja, ik zag jullie uit het raam en ik dacht... Ja. Nou ja, fijn dat u bent. Het viel me al op dat Joe in zijn eentje hier rondliep. U maakt tenminste het spreekwoord in de praktijk dat een vrouw haar man behoort te volgen. Oh, moet ik wel doen, Mr. Harden. Mijn Joe is zo'n suffer. Zijn we weer vriendelijk vandaag? Je weet toch dat ik het niet zo bedoel. Heeft mijn man die besprekingen al ingeleid over die kist? De doodskist? Wat een flauwe grap. Ja, om de drommel geen grap. Uw man vertelt het me net. Oh, u moet mijn man maar wat teruggeven. Man, Ellen, je weet toch, de doodskist is de bijnaam van de stormvogel. Ach. Oh, mijn man is zo'n grapjas. Ja, ja. Zeg maar, u wilde meer weten over het toestel. Ja. Ja? Die dat voor land en ja, water. De amfibie. Die amfibie. Ja. Ja. En wat kan ik voor u doen? Wij zijn geweldig geïnteresseerd. Ja, u moet weten, wij zijn al 6 keer over die afdeling gelopen. Ja. Maar verbeeld je, ze willen ons niet toelaten.
Nee, maar dat is ook volgens de regels. Oh, maar voor ons maakt u een uitzondering. Joe, nee. Uw beste vriend. Helaas niet, het is een geheim ontwerp en met veel nieuwe principes, dus ja, nee. Kom aan, Dick. Je kan toch, ik snap dat je niet iedereen wil toelaten, maar... Maar ik denk toch niet de eerste de beste. Het is een geheim ontwerp. En ik weet dat veel andere bedrijven zullen zeer geïnteresseerd zijn in dit nieuwe ontwerp. De Amerikanen hebben vast al mensen gestuurd. En de belangrijke mannen, ja, die komen er wel op af. Maar ik moet je eerlijk de waarheid vertellen. Er zijn al maar weinig die er iets van af weten. Vertel ons dan tenminste iets over die construction. Ja, Joe, je begrijpt dat wij als goede vrienden van jou enorm met jou meeleven. Ja. Maar ja, als het zo is dat je voor ons absoluut geen uitzondering juist kunt maken... Juist wel! Right. Als je voor ons absoluut geen uitzondering kunt maken, laat ons dan in ieder geval de tekeningen... Ja, die tekeningen! We moeten toch alvast wat kunnen laten zien. De tekeningen van de tekeningen. Oh, laten zien. Ja, ik brand van de schierigheid. Sorry, Joe, dan zullen we nog even moeten blijven branden. Dus u wilt ons ook geen blik geven op die tekening? Ja, maar daar gaat het toch niet om? Het is toch... U moet zich voorstellen, er zijn er drie die op dit moment, en inmiddels niet weten ook, dat ben ik zelf, dat is de eerste ontwerper, dus de bedrijfsleider, en voor de rest weet niemand het. Zelfs mijn secretaresse weet van niets, ze weet alleen dat hij opgeborgen is in een veilige la. En u bent niet bang dat zij die wetenschap zal uitbuiten? U zo verraad. Het moet haar toch niet moeilijk zijn om die... Laat ze open. Nee, wat zeg je nu? Ik bedoel, juffrouw Goni, nee, dat is... bovendien, ik vertrouw juffrouw Goni als mijzelf. Onzin! Kent u al haar connecties? Weet u wie zij hier voor geld en voor mooie woorden verkoopt? Een jonge dame zelfs haar patroon. Alsjeblieft, mevrouw, geen verdachtmaking. Oh, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar weet je wie zij hier rondleidt? Nou, wij zagen haar met een nette oude heer door de fabriek. Een deftige oude man, een heer, de op- en top diplomaat. Ja. Hier om geheimen te ontfutselen. Ja, maar toch zeker niet in de... Zij mag ook niet op de geheime afdeling komen. Maar wij wel, hè. Nee, alsjeblieft. Joe, wil je dan alsjeblieft duidelijk maken aan je vader dat het nu klaar is? Kom maar, Ellen. En de tekening dan niet. Joe, please, laat me nu met rust. Dank je. Come on, Ellen, let's go. Come on, let's go. Dit is nou al de tweede keer dat ze me wegjagen. Wat een behandeling hier. Come on. Sabotage gepleegd, ja. Hè, op de stoomhoven. Ja. Dat liet ons maar niet los. En we zijn in de schaptijd zijn we eens gaan snuffelen in de grote hangar. En we hebben iets ontdekt. Kijk, opnieuw sabotage. Ja. Kijk, een valse vleugel. Nee. Kijk, er zit smeer op. Ah, was of een valse sleutel er is, in de maat. Er is een afdruk van gemaakt. Ja. Valse sleutel. Prima. Precies. Zeg, hebben jullie nog enig vermoeden? De concurrentie? Ja, de concurrentie. Ja, de concurrentie, dat snap ik ook wel, dat het de concurrentie is. Hè? Wacht even. Ik ga er gelijk wet van maken. Gebaar. Zeg, ik zou graag willen dat jij posters laat maken
aankondigingen dat die directie 500 gulden uitlooft voor degene die iets kan vertellen over sabotageplegers. Ja, dan kun je het aan Vondelmans geven, die hangt ze wel op. Zou u de politie niet inschakelen? Nee. Stel het je rechercheurs over de vloer, dat moeten we niet hebben. Dat maakt degene alleen maar meer alert. Nee. Rustig. Geen enig idee. Nee, maar voor het hele personeel durf ik eigenlijk bijna mijn hand in het vuur te steken. Voor het hele personeel? Ja. Nou, ik zal maar rustig aan doen. Voor een geeltje doet men tegenwoordig een moord. Ook niet een deftige heer. Iets bijzonders lontervanters. Mensen die hier nu horen te zijn. Een deftige heer? Ja, nu u het zegt. Juffrouw Gonnie is met een deftige heer door de fabriek gelopen. En hij had bijzondere belangstelling voor de constructie van de storm. En ik heb ook gezien dat hij bij die grote hangardeuren was. En kijk of ze makkelijk... Precies. Deftige oude heer, hè? Ja. Juffrouw Gonnie. Ja, zeg. Dat is toch te gek voor woorden. Ja, nee. Ja. Ik zou graag willen weten wie bij u was. Juffrouw Gonnie, alsjeblieft, wilt u niet om heen draaien? Wilt u gewoon vertellen wie dat was? Een naam, alsjeblieft. Alsjeblieft, juffrouw Gonnie, dit is heel belangrijk. Ik vertrouw u als mijzelf. Maar, goed, het was een kennis. Een kennis, een naam, juffrouw Gonnie. Ik heb een naam nodig. Dan. Het was uw vader. Wat zeg ik? Mijn vader? Hier? Op een bedrijf? Juffrouw Gonnie, waar bent u nu mee bezig? Wat voor rol speelt u? Toen hij mij vroeg om de omgeving te laten zien van waar u leeft en werkt, ik kon hem dat niet weigeren. Oh. Je weet hoeveel verdriet hij heeft van het vijandschap. Ja, hallo. Kuipers. Yes. Wat zeg je? Ach, op heterdaad? De sabotageplek. En daar is Hogeveen. Oh, Hogeveen was erbij. Ah, goed. Mooi. Ja. Mm-hmm. Ik wacht. Is de dader betrapt? Ja, juffrouw Gonnie. Op heterdaad, Hogeveen was erbij. Ja. Maar dat kan niet. Ja, juffrouw Gonnie. Ik begrijp u niet. Ik denk dat u verbaasd zult staan. Maar... Ik denk dat u beter weet dan wie het is. Ik begrijp u niet, meneer Harden. Nou. Meneer! Daar is het weer op! Parker! Show me! Pauze! Thank you.
Juffrouw Gonnie, waartoe dient dit alles? U zou minder koppig moeten zijn en weer vertrouwen moeten stellen in de goede bedoelingen van anderen. U dacht dat uw vader was opgepakt wegens sabotage en vond het nodig mij dat op een onaangename manier voor de voeten te gooien. Het heeft een lange tijd voordat de oude vertrouwelijkheid tussen ons beiden weer was teruggekeerd. Juffrouw Gonnie, vergeeft u mij deze flater? Juf Klein. Ik was nog alleen. Hallo, hallo. Laatste bericht over de race Londen-Tokio. De helft van de deelnemende machines is Perzië gepasseerd. De andere helft staat met motorpannen in verschillende vlieghavens van Europa. De Amerikaanse machine, de Vliegende Duivel, heeft nog steeds de leiding. Zij is reeds in Hongkong gesignaleerd en zet koers naar Formosa. De kans is niet gering dat zij met een halve dagreisverschil als eerste zal aankomen. Van onze eigen machine, de Stormvogel, is sinds een bericht uit Calcutta niks meer vernomen. Er is echter geen reden tot ongerustheid. Geen reden tot ongerustheid. Geen reden tot ongerustheid. Waarom ben ik eigenlijk begonnen om hier een feest te geven, juffrouw Gonnie, als de race misgaat? Kom, niet zo somber. Dat er na Calcutta geen bericht meer van de Stormvogel is ontvangen, zegt niets. Het traject wordt door meer dan 30 toestellen gevlogen en let u maar eens op hoe weinig berichten er binnenkomen sinds ze Azië hebben bereikt. De kans bestaat dat onze machine reeds boven Bengalen of China zweeft. Daar zijn haast geen communicatie te hebben. Dan moet u niet uit het oog verliezen. De radio en telegraaf werken bliksemsnel, maar nog niet in het Hemelse Rijk. Er is echter geen reden tot ongerustheid. Rustheid, die opwinding moet niet te lang meer duren. Dit is alsof mijn hoofd klapt. Kom. Het kan heel toevallig zijn dat er nog geen bericht is. Het is immers niet voorgeschreven over Hongkong te vliegen. Misschien hebben ze de kortere route over het bergland geriskeerd in plaats van de kust te houden. Ik voel me zo moe. Geestelijk. Zo moe. Lichamelijk. Geestelijk. Lichamelijk? Ik geloof dat het niet alleen de spanning om de race is die u zo nerveus maakt. Oorzaak? Nee. Nou goed, het komt erbij. Maar de hoofdzaak is dat u na jarenlang opgekropt gemoed expansie zoekt en ze niet vinden kan. Omdat u ze zelf met bovenmenselijk geweld verhindert. Uw vaas? Ik ben zo moe. Zo namelijk. Zo. Toen, meneer Harden. Wees rustig en kalm. Ga bij jezelf na waar de oorzaak ligt. Oh, de oorzaak. Dat wil je weten, want mevrouw Gonnie, de hele kwestie is dat ze niet uit de weg geruimd kan worden. Verbeelding! Zijn schuld. U praat net alsof u alles van weet. Alles weet ik niet. Maar ik denk uw vader beter te kennen dan uzelf. U doet niet anders dan uw vader verwijten. Dat hij misdreven heeft. De dood van uw moeder, volgens u. Moeder. Zijn schuld. U zit zichzelf op te zetten. Tot haat jegens hem. En omdat u dat niet geheel lukt, wordt u ontevreden en loopt u te klagen dat niemand u begrijpt. Maar u vergeet intussen dat u als zoon de verplichting heeft om uw vader een steun te zijn. U moet weten te geven en te nemen. Dan pas zult u gelukkig worden en anders nooit. Als er iemand op de wereld is waarom ik zou willen veranderen, dan is het om jou, gewoon niet. Voor jou. Maar ik kan niet. Laten we het dan samen proberen. Samen proberen.
proberen. Vergeef me dat ik even stoor, meneer Harden. Maar alle mensen zijn bij elkaar in de grote hangar. En het wachten is op u. Niemand weet of er al begonnen kan worden. En op u, juffrouw Durendaal? Goed, ik kom. Maar ook, Veen, willen jullie de krant bellen en kijken wat er aan de hand is met de stormvogel? Zal ik doen, zal ik. Er zal de laatste etappe toch niks fout gaan. Perfecte aan de motoren, doorgeveilde hoogte, draden, noodlanding. Of misschien wel een botsing tegen de bergen. Even aan een andere toestel. Of wilt u ons juist opbellen? Hallo, met de redactie Luchtvaart. Ja, met Hardens. Vliegtuigenfabriek. Ik bel u even om te vragen of u misschien niet. Oh, in valt. Ja, met Harden's vliegtuigenbellen. Nee, we hebben niets gehoord. Ongerust? Nee, wij maken ons helemaal niet ongerust. Nee, we hebben het volste vertrouwen in de bemanning. En het vliegtuig, de stormvogel, is tip top in orde. Ja, met Harden's vliegtuigenfabriek. Dat is goed. Nou, zo gauw we iets weten, dan bellen we. En u doet dan hetzelfde ja. Oh, dan kunt u eerst een tweede nummer bellen, want dan wordt u direct doorgebonden met de grote hangar. Ja, met Harden's vliegtuigfabriek. Dank u wel. Pijnlijke situatie. Koffie. Honderden mensen bij elkaar in de grote hangar. Koffie. Vrouwen, kinderen van vliegtuigen. Koffies. Zal ik koffie inschenken? Misschien liggen ze. En dan te bedenken dat de fabriek ook 10 jaar bestaat. Pijpbestek. Ja, geleden. Pijpbestek. Goed. We hadden eigenlijk vanavond al bericht van aankomst verwacht. Ja, gelukkig dat het geen pijpenstelen regent zoals vanmorgen. En zijn alle vrouwen en de kinderen nu in de grote hangar? Ja. Iedereen is daar en die grote hangar is dan toch leeg. En alle apparaten wat te maken heeft met benzine, die hebben we alles ondergebracht. Zodat niemand, als ze toevallig gaan staan roken, een ongeluk kan maken. En we hebben tafeltjes gehuurd en stoeltjes. Er is een buffet en we dienen personeel van Astoria. En er is een strijdje. Een strijdje. We hebben een eerste klas band geëngageerd. En het zal de keef worden straks. Ja. 12 man. Zie je er niet mal uit zo? In Japan wil ik niet veel. Nee hoor, helemaal niet. Helemaal. Ik hoop maar dat het goed afloopt. Als ik nog aan die sabotage denk. Meneer Parker is er nog genadig van afgekomen. Ja. Meneer Harden had hem aan de politie moeten overleveren. En eigenlijk, vergeet niet, hè, dat meneer Harden en Parker oude vrienden zijn. En het schijnt dat Parker meer onder invloed van zijn vrouw stond. Ja. Daarom heeft meneer Harden hem maar laten gaan. En Parker dus heeft beloofd om direct het land te verlaten. Ja. Zullen we eens even gaan kijken in de grote hangar? Hallo. Uit Tainan op het eiland Formosa wordt geseind. Volgens opgevangen draadloze berichten van het Engelse stoomschip Manchester is op een afstand van 40 kilometer uit de kust het Amerikaanse racevliegtuig de Vliegende Duivel in zee gestort. Men heeft de uitgeputte bemanning kunnen redden. Voor zover thans is na te gaan, ligt de Russische machine Goanus nummer 1 van ons eigen toestel, de Stormvogel, is niets naders vernomen. Er is evenwel geen reden tot ongerustheid. U raadt nooit wie ik zojuist door de fabriek zag lopen. Wie dan? Die Amerikaan van die sabotage. Meneer Parker? Ja, die. Weet u het zeker? Ja, hij vroeg of ik een briefje van 10 wilde verdienen. Meneer Parker, ik ben blij dat u erover vertelt. Vertelt u het niet aan meneer Harden, die heeft op het moment genoeg onrust aan zijn hoofd en dit zou hem alleen nog maar meer opwinden. Maar houd die Amerikaan in de gaten, je weet nooit waartoe zo iemand in staat is. Ik zal die Amerikaan schaduwen zoals de beste detectives. Die meneer Parker, waar haalt hij die brutaliteit vandaan? Hij had al lang in het buitenland moeten zitten. Ik wil erop wedden dat zijn vrouw hem hier weer toe heeft durven te zetten om die tekening in handen te krijgen. Oh, mevrouw juffrouw Gonnie. Oh. Bent u hier? Ik zag net Hogeveen voorbij horen. Wat? Ja, en dan? Het wordt er niet beter op, juffrouw Gonnie. Terwijl dat vliegtuig wellicht neerstort, terwijl de
Piloten dood liggen in de bergen van China, zitten de mensen feest te vieren in de hal. Gelukkige jeugd. Het is toch nog mogelijk dat ze de kortere route op het bergland hebben geriskeerd? Plechtig. Wanneer alles volgens plan was verlopen, je god, Bonnie, dan hadden wij mee kunnen vieren het feest. Ik hoop dat je gelijk hebt, of zo. Ik schijn niet voor het gelukkige geboren te zijn. Onbegrijpbaar, sorry. De mensen zijn schijnbaar zorgeloos aan het feest vieren en ze dansen de foxtrot. En ik kan het niet aanzien, juffrouw Conny. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik voel me alleen. Ik wil liever... En als ik de eenzaamheid opzoek, dan ben ik blij dat u er bent, juffrouw Conny. Bekende? Lief? Juffrouw Conny, dingen? Gevoelens. Ik zoek die eenzaamheid op, maar ik ben er bang voor. Gevoelens. Ik wil het u zeggen, juffrouw Conny. Het speelt al lang bij mij. Ik kan het niet langer voor me houden. Juffrouw Conny, ik hou van u zoals ik nog nooit van iemand gehouden heb. Conny, ik hou van jou. Lief. Conny, ik ben blij dat het hoge woord eruit is. Ik dank God dat ik de woorden kan vinden, Conny. Ik hou van je. Ik heb je lief, Conny. Kom op. Meneer Harden. Kom op. Keer tot de werkelijkheid terug. U laat zich verleiden door de romantiek van een zomeravond om dingen te zeggen die u niet werkelijk meent. Nee, dit is geen liefde van een zomeravond. Ik loop hier al maanden mee. Ik ben blij dat ik het nu kan zeggen. Ik heb u lief, Conny. Conny, trouw met me. Dat weet ik nu nog niet zo zeker. Waarom? Conny, ben ik je onverschillig? Nee, dat zeg ik niet. Maar het komt zo onverwacht en ik kan er nu geen antwoord op geven. Zeg Dick. Geen meneer. Alsjeblieft. Meneer Harden. Zeg geen meneer, zeg Dick! Misschien later. Hallo, hallo. Nieuwe telegrammen over de race Londen, Tokio. Uit Nanking wordt gemeld. Boven de berg van Tsingshan is een groot verkeersvliegtuig waargenomen dat in moeilijkheden schijnt te verkeren en het terrein voor noodlanding zoekt dat daar evenwel onmogelijk te vinden zal zijn. Hulp is zo goed als uitgesloten. Oh, voor toestel en bemanning wordt het ernstig geweest. Men heeft het vliegtuig nog niet kunnen identificeren. Oh. Een ander telegram uit Kobe meldt dat de eerste mededinger van de race daar met ronkende motoren in grote vaart is gepasseerd. Het is een grote machine welke regelrecht koers zet naar Tokio. Vermoedelijk is een van beide vliegtuigen de stormvogel van onze fabriek. Die tergende onzekerheid. Vliegt die nodelijk tegemoet, Conny, of zweeft die hulpeloos? Volle kracht. Kom nu vlug. We moeten naar de hangars. Er zijn ook de vrouwen van de vliegers. Heeft u een vrolijk gezicht en doet u alsof wij heel niet ongerust zijn. Dat is het enige wat we op dit moment kunnen doen. Wat is het? En belt u die ingenieur voor de microfoon om zeg en geen alarmerende berichten mee om te roepen. Gelijk. We moeten een paniekstemming zo lang mogelijk zien te vermijden. Je hebt gelijk, Conny, en toch aan die klok, Conny, zegt dat je van me houdt. Ik heb je zo te moeten. Belt u nu de heer Venema. Wel Venema. Venema. Vanaf nu alleen de ongunstige berichten doorsturen naar het kantoor naar de mensen. Goed, Venema. Goed. En dan nu mee naar de hangar. Ja. Dick. Oh, je houdt van me. Ik hou van jou. Ik kan dit nu niet langer verbergen. Oh, mijn vrouw wordt. Oh, Conny, ik ben zo blij. Maar, voordat ik je vrouw kan worden, moet je me één vrouw worden. Moet je één ding vertellen. Wat, Conny? Allereerst. Vrouw worden. Ik heb het eigenlijk niet nodig om hier als privé-secretaresse te werken. Vrouw worden. Ik kwam hier met één doel. En dat doel was jou met je vader te verzoenen. Oh nee, Conny. Daarom heb ik gesolliciteerd op dit baantje. Mijn vader, wat alweer, Conny, wat is er aan de hand? Zeg alsjeblieft. Ben jij de... Nee. Toe, Conny, Dick. Alsjeblieft. Ah, Dick. Ga weg, Conny. Nee. Ga weg. Dick? Nee. Ben jij degene die me zo even nog ten huwelijk vroeg? Ga weg. En ik heb je niet bedrogen. Dick. Ik zal gaan, omdat jij het wil. Nee, Conny, blijf, Conny. Ik wil open in mijn hart. Blijf, Conny. Ik wil met je vader te verzoenen. Conny, ik wil jou gelukkig. Alsjeblieft, man. Maar vraag me niet om met mijn vader te bezoeken.
Dat kan in mijn boek. Laat dit. Ik wil. Oh, ik hou van de groen. Meneer Harden, we kunnen de mensen ook niet meer stilhouden. Er is bijna paniek. Ja. U moet echt komen om te vertellen. En de muziek wil ook al niet meer verder spelen. Nee, die wil niet. En de vrouw van piloot van Gaanderen is flauwgevallen. Dat is onder behandeling. Oh, ja. Ja, u moet echt direct komen en direct paniek uit te breken. Goed? Het is uw plicht. Ik kom. Ja. Hallo. Goed nieuws over de stormvogel. Zo even is een telegram binnengekomen dat het boven Kopen gesignaleerde toestel onze stormvogel is. Het vliegtuig is reeds boven Nagoya gezien en heeft geseind dat alles wel aan boord is. Met maximum snelheid wordt het einddoel tegemoet gevlogen. Ja, alright. Visite maken, maar als de bliksem doet dat licht uit ons licht, is ik de lachling in uw hand. En nou, waar is die sleutel? Zak van zijn pantalon. Moeilijk aan zijn sleutel. Zak van zijn pantalon. Zijn sleutel, waar is die sleutel? In de zak van de pantalon van meneer Harden. Johnson en Joe hebben Brown moeten forceren, want wij willen die papieren en die tekeningen hebben. Want dan kunnen wij $500,000 winnen als wij het voordat het octrooi aangevraagd is. Licht aan. Nee, geen licht aan. Wat is dat? Dat is jouw schuld. Ola, het is jouw schuld. En dat is jouw schuld. Ponnie, waar ben je? Ponnie, waar ben je? Ponnie, kom dan. Ponnie, oh, kom dan. Ik ben hier, meneer Harden. Oh, God, Ponnie. Nee. Mij mag hier niks. God heeft mij niet geluid. Oh. Ponnie, wat gebeurt er met ons? Vandaag. De stormvogel vliegt zijn einde tegemoet en ik ontmoet jou. Ja. Ponnie, laten we dit moment bezegelen met een kus. Nog niet. Oh, als je... Jij sprak over liefde en overwinning, maar je zult misschien de race winnen, maar heb je jezelf al overwonnen? Er is nog steeds dat ene met vader. Vader, waarom noem je hem nu? Please, wat is er aan de hand? Omdat ik hier nog niet zo goed moet vertellen. Mijn vader. Wat dan, Ponnie? Wel. Eerst de vader. Het is niet voor niks dat ik zo dikwijls voor je vader heb gepleit. Dat heeft een reden. Dat is namelijk omdat... Jouw vader is ook mijn vader. Mijn vader is jouw vader? Is deze liefde wel een speling van een noodlot? Nee. Dit zo moet je niet opvatten. Oh. Ik zal het uitleggen. Jouw vader. Mijn vader. Jouw vader is voor de tweede maal getrouwd. Jouw vader. Die vrouw is een steun geweest en heeft hem geholpen, ondanks zijn verleden. Deze vrouw bracht een kind mee uit haar eerste huwelijk en dat kind, dat ben ik. Je zult nu wel begrijpen hoeveel verdriet je mij doet door je vader zo te haten. Goed, ik zal uw vrouw worden, maar... Als jij je vader zo blijft haten, dan zal ik mijn vader verliezen en dat zou mij minder gelukkig maken dan ik ooit had kunnen zijn. Ik wil jou gelukkig maken. Als dat betekent dat ik mijn vader moet verzoenen, dan zal ik dat doen.
Het mooiste geschenk dat je ooit hebt kunnen geven. Oh, die verdomde telefoon. Smits. Hallo? Smits. Nationale Bank. Smits. Hallo. Ja? Met wie? Zegt met wie spreek ik? Met Smits. Oh, die is Smits. Wat zegt u? Succes. Nee, u meent het. Maar dat is fantastisch. Af. Nou ja. Feliciteer. Juffrouw Groening. Moet u horen. Krijg ik zojuist meneer Smits aan de telefoon. Succes. Van de Nationale Bank. Hij vertelt mij dat onze financiële weldoener op pad is hier naartoe. Hij wil het feest meemaken. Hij komt hier naartoe. Oh. Maar dan moeten we een beetje een plechtig ontvangst bereiden. Dat zou ik zeggen, dat zou ik zeggen. Het is een familietelegram uit Tokio Mel. Dat onze stormvogel daar als de eerste van de deelnemende vliegtuig is geland. We zullen trachten om officiële bevestiging van dit bericht te krijgen. Meneer Harden, meneer Harden, meneer Parker en zijn vrouw zijn in volle vaart tegen de toegangspoort aangereden. Ze liggen zwaar gewond in het portiersloge en de portier vraagt wat hij moet doen. Oh, nou, bel de geneeskundige dienst, bel de politie. Het alarm, alsjeblieft. Okay. Het alarmnummer. Meneer Harden, meneer Harden. Meneer Harden, het is wel nog officieus. Maar ik wil u toch van harte geluk hebben. Ja. Het is geen de klok. Dank je, Hoogwind. Op dit moment is de persoon die het allemaal financieel mogelijk heeft gemaakt op weg hier naartoe. En hij zal zich komen melden, want hij wil ook een feest meemaken. En dat is toch heel bijzonder. Ja. Meneer Harden. De heer. Er is een meneer in de Rolls Royce. Dat zal het zijn. Hij zegt dat hij verwacht wordt. Geen te kloppen. Nee, dat is hier. Maak je op voor een belangrijk momentje. Ik verwacht nu elke persoon. Nou, het is heel bijzonder. Alsjeblieft, mevrouw Connie. Dank u wel. Ja, geen te kloppen, heer. Vader? Bent u degene die de race heeft gefinancierd? Vader? Er wordt geklopt. Jullie feliciteren, kinderen, met het behaalde succes. Ja, natuurlijk, meid. Ik moest toch iets doen om mijn zoon gunstig te stellen. Maar vader, mag ik dan de eerste zijn die mijn excuus aanbiedt voor het feit dat ik u jarenlang heb genegeerd? Ik begrijp niet dat u zo belangrijk bent geworden voor datgene waar ik voor sta. Vader. Laten we het er gewoon niet meer over hebben. Het is allemaal een verschrikkelijke droom geweest. Hogeveen, mag ik? Ja, ik begrijp het, Hogeveen, ik sta versteld. Maar mag ik je voorstellen aan mijn vader? Tweede vader. Eigen vader. Ja, dankjewel. Sorry dat ik hier nog altijd sta, maar... Ik ben zelf verbaasd eigenlijk als ik van het ware aan de grond genageld. Oh, ik heb nog meer nieuws, Hogeveen. Nee, nogmaals, wij willen ons verloven. Dit is het grootste wat het leven had kunnen uitdenken. En Hogeveen, wordt het dan ook niet tijd voor, juffrouw Gonnie, voor jullie om op dezelfde dag te gaan verloven als wij? Nee, met mijn snoepiepoekje in. Koffie? Mooi. Hallo. Zo even is van twee zijden de officiële bevestiging binnengekomen dat onze stormvogel als eerste te Tokio is geland. Meneer Harden wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk naar de grote hangar te begeven. Grote hangar. Het personeel hem een grootse huldiging wil bereiken. En jazeker, wij gaan naar dit de hangar. Dit bericht is het laatste wat vanavond wordt omgeroepen. Ja, ik dank u. Op naar de hangar. Grote hangar. Help you, man. Help you, man. Yeah.
met gekus geroepen vlieg. Verraad, liefde en verdriet. Het is klaar. Het is klaar. Ja, klopt u maar. Ja, dat is klopt u maar. Klopt u maar. Ja, ja, hoor de geliefdes verloren.